hele goede morgen, lieve mensen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag en het is vanavond weer matchday. Of ja, match night, zo kun je het ook wel noemen natuurlijk. Vanavond spelen we weer een wedstrijd tegen Dynamo en deze wedstrijd gaat om de beker. Maar eerst gaan we even lekker wat video's editen, even ontbijten, misschien even lunchen. En dan zometeen weer lekker richting Breda of nog andere dingen doen. We gaan het vanzelf even zien. Ik moet in ieder geval wel even wakker worden in mijn haar. Het ziet er niet uit, ik weet het. A few moments later. Nou, helaas lieve mensen. Ik heb zojuist een mailtje gekregen. Oh nee, volgens mij gisteren al, maar niet gezien. Een reactie van het wonen op Utrecht Centraal. Waarschijnlijk heb je het al gelezen op internet. Het is een meisje geworden, ze heet Julia Koopman, volgens mij. En de keuze is op haar gevallen. Ik had in ieder geval verteld dat je dus voor 1 euro op Utrecht Centraal kon wonen. Ja, een keertje. En dan kon je dan inschrijven, moest je laten weten welk kanaal je deelde. En waar ze konden volgen, wat je normaal doet en dat soort dingen. Nou, dit is mijn kans. Super leuk om dat te doen. Maar het is nu Julia Koopman geworden. Nou, heel veel succes voor haar in ieder geval. En ik ga eens even kijken hoe zij het doet. Hoe het er dan uitziet en wat de bedoeling is. Lijkt me heel erg leuk om morgen even te volgen. Wat ik nu ga doen... zo. Wat ik nu ga doen is eventjes sokken aandoen. Warme sokken. En even een trui. Want ik ga buiten even wat dingen opruimen. Want de konijn, want het is nu herfst. En alle bladeren vallen natuurlijk van de boom af. En het probleem is dan, die moet ook weer opgeruimd worden. En de konijntjes die zijn eigenlijk van mij. Een beetje samen met mijn moeder, maar eigenlijk van mij. Dus ik ga het konijn ook even opruimen. Alle bladeren weghalen. Alle keuteltjes opruimen. Dat is dan wel minder. Maar dat hoort erbij. Let's go. Het is altijd zo ontzettend leuk als je... Als je in je ouders huis bent. En je hebt natuurlijk allemaal spullen liggen van vroeger nog en zo. En zo vind ik hier dus ook nog een vest. En dat vest is dus van een volleybalclub waar ik vroeger heb gespeeld. Deed de Triade. Best wel grappig dat ik die hier nu tegenkom. Want die dingen moest je toen kopen. Splinternieuw. Niks mee gebeurd. Is van een oud omaatje geweest. Geen kilometerstand. Nee, dat is bullshit. Maar dat zeggen ze altijd met auto's. Ja, een lekker warm ding. Ik heb hem 2 jaar gedragen. Dus ik ga hem nou maar eens even gebruiken. Om. Op te ruimen. Sorry voor de mensen die daar hebben gespeeld. Ik wil het wel niet vies maken. Nou, in Breda aangekomen. Alle tijd nu, want we zouden eigenlijk... We eten natuurlijk altijd samen om 5:30 of 5:30. Alleen, vandaag is het de bekerwedstrijd. En vorige week, zaterdag, hebben we thuis gespeeld. Dus nu spelen alle teams uit. En dat betekent dat er dus niemand is. Dus dat er vandaag ook niet gekookt wordt voor het team. En daarom heb ik nu nog eventjes lekker wat pasta gemaakt. Ik had die pasta al gemaakt voor donderdag. Donderdagavond heb ik het meegenomen. Maar ik maak elke expres als ik pasta maak of rijst maak of iets in die richting. Maak ik altijd gewoon een dubbele portie. Omdat ik dan weet dat ik dan als ik een keer wat nodig heb, dat ik het dan kan gebruiken. Nou, nu komt het dus echt ideaal uit. Want als ik dit nu had nog wat moeten maken, had ik nooit mijn trein meer gered. De trein die ik normaal zou pakken. Omdat ik dan niet genoeg tijd over zou hebben. Ik ga even eten. En dan gaan we richting Rotterdam. Nou, ik weet niet of je straks dat bordje hebt gezien die ik liet zien in de stukjes tussendoor. Maar daar stond ze op. Intercity Direct is vandaag, zaterdag en morgen, of in ieder geval, dat stond op 25, 26, 27 november, is je toeslag vrij. Het mooie daaraan is dat er ook bij stond eronder, 26 en 27 november rijdt er geen Intercity Direct. Oftewel, alleen vrijdagavond heb je... toeslagvrij. En dat toeslagvrij slaat natuurlijk nergens op. Want het is 2,40. En dan kun je waarschijnlijk die avond nog 2 treinen pakken. En that's it. Dus uiteindelijk, de NS geeft je niks voor gratis. Ik val nu bij de hal. En de hal is nog niet open helaas. Dus we gaan eens even kijken of ik naar binnen kan zo. Of er überhaupt iemand al komt.
Zo in Breda aangekomen, heel chill. Frank Baak heeft me afgezet. Dat is de analyticus en scout van Dynamo. Ik ken hem toevallig nog van de Burgst. Want daar is zijn moeder is daar wedstrijdleiding voor weggebracht naar Breda. Dus ik ben nu gewoon binnen een half uurtje, drie kwartier ben ik in Breda. Dus ik ben echt heel blij. De wedstrijd ging echt heel erg lekker. Het gaat steeds beter. Ik heb de eerste wedstrijd van het seizoen heb ik 44 ballen gehad. En deze keer maar 19. Dus het is echt een stijgende lijn. Ik word veel minder opgezocht in de passing. Echt een super toffe wedstrijd. Heel erg leuk om te spelen. Het ging aan het einde wat minder. Ik heb 3 ballen fout gepaast. Ik moet zeggen, daar kan ik wel redelijk mee leven. Aan het einde zakte het namelijk heel erg in. Maar we hebben 3-0 verloren. En we hadden de eerste 2 sets makkelijk kunnen winnen. Echt makkelijk kunnen winnen. We stonden echt boven de 20 stonden we voor met 2 punten. En we hebben gewoon weggegeven weer. Dat is heel erg jammer. Maar nu, nu lekker richting Tilburg, lekker richting huis. En Frank, nog super bedankt dat je me weg hebt gebracht. Echt heel erg chill. En op naar huis. Nou, dames en heren. Ik zit al lekker eventjes op de bank. Ik heb een lekker biertje erbij gepakt. Een lekker bokbiertje, want het is herfst. Hartstikke lekker. Ik zou eigenlijk vanavond misschien op stap gaan, maar dat heb ik expres niet gedaan. Want ik heb zoiets van, misschien kan ik wel gewoon een keertje mijn slaap gebruiken. Nadat ik dit heb gezien, komt er een dingetje in beeld van Snapchat. Volg me gewoon lekker daarop als je het wil. Als je het leuk lijkt om te doen. Want ik stuur altijd wat terug. Stel je stuurt iets naar mij. Ik zal altijd erop reageren of altijd iets terugsturen. Verder rest mij alleen maar te zeggen dat ik hoop dat jij echt een leuke dag hebt gehad vandaag. Mijn dag was in ieder geval wel hartstikke leuk. Een hele toffe wedstrijd gehad vandaag. Als je nou een leuke video vond, doe zeker even dat duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En hoop ik je morgen weer te zien bij een gloednieuwe, verse vlog. Houdoe!